Tamara, heb jij een inspiratiebron voor jouw werk? Ik kijk heel veel naar dingen in de natuur en ja, een beetje vrije vormen. Want ik zie ook dat je vult met karton en krijt, maar ook inkt en stift en verf werkt. Heb je een... Hoe werkt dat voor jou? Ja, ik hou er vooral van als dingen niet heel perfect zijn. Dus ik vind juist in dat soort materialen als er foutjes komen en ja, dat vind ik heel mooi. Ja, het is eigenlijk het rafelige randje Ja. wat dan ontstaat. Een Ja. beetje spanningsveld tussen netjes, niet netjes. Want het is figuratief, niet figuratief. Weet je wel, soms is het echt een kies wat ik zie, maar soms Ja. is het ook gewoon een soort vlak. Is dat ook iets Ja. waar je naar op zoek bent? Ja, ik vind het ook soms mooi als het heel simpel is. Ja. Ja. En soms mag het ook alleen maar een lijntje en een ritme zijn, Ja, klopt. hè? Ja. Heb je kunstenaars die je goed vindt? Of heb je meer muziek waar je uit put? Ja, ik denk dat het meer muziek is. Ja. Want het gaat er bij mij niet per se om het resultaat. Daar kijk ik eigenlijk niet zoveel naar. Het gaat vooral om bewegingen die ik maak en ja, met het gevoel daarachter. Ja. En als jij werk maakt, heb je dan ook muziek op? Ja, altijd. Ja? Ja. Beïnvloedt dat ook je lijnvoering? Ja, ik denk dat de ritme en de melodie dat het wel invloed heeft, ja. Ja. Want dat denk ik soms wel terug te zien in jouw werk, maar ik weet nooit zeker. Dat is het leuke ook, Ja, hè? Ja. 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 Mooi, dankjewel.